Goedemorgen en welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik een schoonmaakvideo voor jullie. Mijn high speed schoonmaakroutine. Maar ik wil ook wat zeggen. Schoonmaken. Goed zo. Dus ja, laten we maar meteen beginnen. Ja, hier is hij dan. Mijn nieuwe video. Voor het allereerst een schoonmaakvideo. Allereerst voordat ik begin doe ik eerst even mijn aankleden en zijn haartjes. En zodat hij er weer fris en fruitig uitziet. Dan is het tijd om te gaan stofzuigen. Ik doe de schoonmaak altijd op vrijdag. Ik weet niet wat het is. Het is gewoon echt vrijdag. Het staat gelijk aan mijn schoonmaakdag. Ik denk dat ik het gewoon lekker vind voor het weekend. Zodat het huis dan weer lekker spik en span is. En als je achter me kijkt, zie je dat Memphis vervolgens weer al zijn poppen en knuffels op de bank neerlegt. En ik kan het vervolgens weer gaan opruimen. Ja, dat is wel het nadeel als ik ga schoonmaken wanneer hij erbij is. Maar ja, ach, wat maakt het uit. Het kleine beetje wat hij dan doet, dat geeft niet. Oh, en dan is het tijd om lekker de kussens uit te kloppen en weer recht te zetten. Want die liggen heel vaak overal en nergens. Memphis gaat weer heel stiekem de kast in als je dat ziet. Tijd om het matje uit te kloppen. Ik heb heel vaak van die zwarte korrels op mijn matje van het voetbal. En ik vind dat heel erg vervelend. Dus ja, dat is iets wat ik wel heel vaak doe. De keuken goed stofzuigen, want daar liggen echt de meeste kruimels van het brood en alles wat je daar tegenkomt. Serieus? Ja. Maar ik heb net alles schoongemaakt. Ja, Anne, ik heb ook schoongemaakt. Nee, je hebt niet schoongemaakt, je hebt troep gemaakt. Ja, ik heb het niet. Heb je net alles opgeruimd, gaat hij het troep maken. Ja. De tafel goed afnemen. Ja, dat had ik al een keer gezegd, maar dat doe ik echt heel vaak. Alles weer recht. Ik heb een tik. Alles moet altijd recht staan. Dat is echt heel vervelend. Een hele vervelende tik is dat. Dan is het tijd om de tv-meubel goed schoon te maken. En ik gebruik eigenlijk nooit een emmer of zo. Ik doe dat gewoon de gootsteen. Dan is het tijd om mijn hoogglans keuken schoon te maken. En dat is me toch een opgave. Want je ziet echt letterlijk alle handjes van alle kindjes. Maar gelukkig is het makkelijk schoon te maken. Wauw, die is mooi. Ja, zie je hem nog verder, ja? Let op. Nu gaat Memphis mij nadoen, voorlezen voor al zijn poppen. Ik vind het zo schattig, maar die poppen had ik dus net al heel vaak opgeruimd, Memphis. Nou, verder met mijn moeilijkste opgave, de hoogglans witte keuken. Alles weer goed inspuiten, goed afnemen. Ja, het is echt, het blijft schoon voor denk nog geen 10 minuten. Dan komen de eerste handjes alweer erop. Maar ja, weet je, je kan het beter meteen doen, want anders bouwt het zich alleen maar op, zeg ik dan. Nou, RVS is ook best wel een dingetje. Wij zijn niet echt goede vriendjes van elkaar. Want ik vind het nogal een opgave om mijn RVS schoon te maken. Maar ik heb nu wel een spulletje gevonden wat echt magisch werkt. Doe die ook maar opruimen, daar ligt nog wat. Doe we opruimen. Hier, mama, opruimen. Ja, doe mijn bakje. Mama heeft al opgeruimd. Mama is opgeruimd. Goed zo, man. Doe ze allemaal maar terug, ja? Ja. High five. Goed zo. De wc. Ja, dat vind ik toch echt altijd het minst leuk onderdeel om schoon te maken. Ik gebruik van die wegwerp, gooi, doekjes. Wat zei je? Schoonmaken. Ben je het schoonmaken? Ja. Dan is het tijd om de kamer van de jongens te doen. Ik begin bij Memphis zijn kamer. Om alles even weer goed stof te zuigen. Hij heeft best wel een moeilijk kleed waar alles in blijft hangen. Dus heel vaak moet ik daar vaak overheen gaan. En ja, dat vind ik altijd best wel vervelend eigenlijk. Maar ik vind het wel een heel leuk kleed, dus ik wil hem ook weer niet wegdoen. Past wel goed bij zijn kamer. Dus dan moet je maar gewoon. Dan moet je gewoon het dol doorslikken, zeg ik dan maar. En als ik naar boven ga om te stofzuigen, neem ik Memphis altijd wel weer mee naar boven. Zodat hij daar lekker kan spelen. En zodat ik gewoon lekker mijn dingetje kan doen en nog op hem letten. Dat vind ik altijd wel fijn. Nou, even zijn commode goed afnemen. En als alles weer helemaal spik en span is, dan ben ik weer helemaal happy.
En hier probeer ik nog de laatste kruimels van het kleed op te zuigen. Want er blijven zeg maar van die stofwolkjes in zitten. Weer helemaal schoon. Dan is het tijd voor Alessia's kamer. En die ga ik ook helemaal weer stofzuigen, alles afnemen, zodat het weer lekker fris en fruitig bij staat. Ik heb in de ochtend heb ik al mijn bed helemaal verschoond, dus dat vind ik ook altijd super lekker voor het weekend. En alles echt helemaal spik en span. De was. Als het avond is gevallen, dan is mama aan de was. En dat die berg, wat je ziet, dat is serieus mijn was. Dat was ik. En dat zou ik. Ongelooflijk. Af en toe lijkt het alsof ik een gezin van 6 heb. Dit was alweer het einde van mijn video. Vind je dit een leuke video? Vergeet dan geen duimpje omhoog te geven. Zodat jij op de hoogte blijft wanneer ik een nieuwe video maak. Ik upload 2 keer in de week over mijn huismoederleven.